Hallo, mijn naam is Olaf Bok van Gratis Leren Photoshoppen en we gaan vandaag beginnen met de les 130. Je kan hier een printscreen van maken en daarna ga ik de dingen weghalen die ik niet meer nodig heb en sommige dingen ga ik selecteren en daar een losse laag van maken. Nou, het eerste wat we gaan doen is dat we hier naar de selectietool gaan en dan ga ik dus dit gedeelte selecteren. Ik maak hem even wat groter. En met Alt kun je het herstellen. Zo. Dan gaan we hier naar het slotje toe. Klikken we met de linkermuisknop twee keer op. En dan zeggen we oké. En dan zie je dat het slotje verdwenen is. Daarna doen we op Delete klikken. En dus dit gedeelte is dan weg. Nou, wat we ook weg gaan halen is de Z-gedeelte. Dus we pakken weer de selectietool, de quick selectietool, en dan gaan we dus dit gedeelte gaan we weghalen. De stenen niet, maar die hebben we zo meteen nodig. Maak hem een stuk kleiner. Zo, en ook hier doen we dan delete. Dan gaan we terug naar het stenen gedeelte. En dan zien we hier dat we nog bepaalde stukjes zijn vergeten. Dus die ga ik even pakken. Delete. En ook hier zijn we een stukje vergeten. Zo. Dan pakken we nog een keer de selectietool. En dan gaan we het gedeelte van de stenen gaan we selecteren. Alt inhoudend kun je de selectie weghalen wat je te veel hebt geselecteerd. Zo. We doen dan Ctrl-X en daarna weer Ctrl-V, zodat we dat gebruiken als een losse laag. We zetten deze dan terug. Zo, daarna klikken we op Enter. Dan klikken we met onze Ctrl hierop, dus Ctrl inhoudend, dan heb je het geselecteerd. We doen dan Ctrl-C, Ctrl-V. Dan zie je dat hij een kopie gemaakt heeft van de originele laag. We doen dan Ctrl-T, rechtermuisknop en dan flip horizontaal. En dan zetten we hem hier neer. Als je hier gaat staan, dan zie je twee pijltjes met een halve cirkel. Daarmee kun je draaien. En daarna klikken we op Enter. En daarna hierop. We openen dan de volgende foto. Je kan hier een printscreen van maken. En we selecteren alleen het watergedeelte. We doen dan Ctrl-X. Deze halen we weg, hebben we niet meer nodig. En dan gaan we dan hier
op de bovenste laag staan en daarna doen we Ctrl-V. Dan hou ik mijn linkermuisknop ingedrukt en dan sleep ik deze laag helemaal naar beneden toe. Ik zet hem dan hier in de hoek neer. Ik doe Ctrl-T, ik hou Shift in en ik trek dit gedeelte naar buiten toe. Daarna haal ik hem omlaag, dat hij precies zo op die rand valt. Zo. En dan klik ik op Enter. Ik open dan de volgende foto. Je kan hier een printscreen van maken. Met Alt en scrollen met de muis kan ik hem kleiner maken. Ik selecteer hem dan door de linkermuisknop ingedrukt te houden en met de muis van linksboven naar rechtsonder te slepen. Ctrl-X, deze haal ik weg. En dan doe ik Ctrl-V. Ik trek deze laag naar beneden toe, linkermuisknop ingedrukt, haal ik hem zo naar beneden. En dan zie je hier al een fout, een witte lijn. Ga ik even kijken waar die zit. Die zit hier, dus dan klikken we deze laag even aan. We pakken dan de gum. En dan kunnen we hiermee kunnen we die streep verwijderen. Zo. Ik maak hem wat groter. Zo. Ook aan deze kant zie ik hem zitten. Kijk, dat is hij. We gaan dan terug naar het watergedeelte. We pakken deze pijltoets. En met de pijl op je toetsenbord ga je omlaag. Zo. We gaan terug naar de lucht. We doen een Ctrl-T. Alt scrollen met de muis om wat kleiner te maken. We laten Alt los. We duwen Shift in. En we trekken deze. Zo even naar binnen toe. En daarna klikken we op Enter. En daarna op deze. Dan open ik de volgende foto. Je kan hier een printscreen van maken. Van inzoomen, dat doe je met Alt in te houden en scrollen met de muis. We pakken hier de pen tool. Ik zet even hier een punt neer. Zo. Hier een punt. Hier een punt. Hier een punt. Hier een punt. Dan gaan we deze kant in. En met deze balk en met deze balk kun je naar omhoog en omlaag en naar links en naar rechts toe. Zo, en dan eindig ik zeg maar op de punt waarmee ik begonnen ben. En dan heb je zeg maar een doorgetrokken streep. Rechter muisknop, make selection, oké. Okay. Ctrl-X. Deze hebben we niet meer nodig, die doen we weg. En dan doen we Ctrl-V. Ik pak de pijltoets. Ik doe de laag helemaal naar boven te halen. Door de linker muisknop ingedrukt te houden. Zo. Ik leg hem neer. Ik doe Ctrl-T. Rechter muisknop flip horizontaal. En ik ga hem uittrekken. Dan ga ik hier staan aan de zijkant. Halve cirkel met twee pijltjes. En dan trek ik hem iets naar links toe, dat hij een beetje recht staat. En dan gaan we naar deze.
We pakken dan hier de gum. We maken hem een stuk kleiner. We gaan hier op deze rand staan. We houden shift in. We trekken één lijn naar rechts toe. Ik ga even naar deze. Hier zie ik ook nog een streep. Zo. We gaan dan terug weer naar de rails. Weer Ctrl-T. Ik doe nog ietsjes draaien. En dan klik ik op Enter. Oké, voor we verder gaan, ga ik eerst even naar het padgedeelte. Ik ga dan hier naartoe. Ik pak dan brightness en contrast. Ik vink deze aan. Ik maak hem wat donkerder. Wat contrast erin. Daarna ga ik naar de rails. Ook deze klikken we dan aan. Brightness en contrast. Deze vinken we aan. En dan gaan we die wat donkerder maken. Ook hier wat contrast erin. Zo. Dan gaan we naar de stenen. Deze is voor rechts. Die gaan we als eerst pakken. Ook hier naartoe. Brightness en contrast. Aanklikken. En dan gaan we die wat donkerder maken. Zo. En daarna pakken we deze. Ook hier naartoe. Brightness en contrast. Aanklikken. En ook deze gaan we wat donkerder maken. Dan open ik de volgende foto. Je kan hier een printscreen van maken. Ik ga dan hier naar de selectietool. En ik selecteer de rotsgedeelte. Zo. En daarna doe ik Ctrl-X. Ik haal deze weg. Heb ik niet meer nodig. Daarna gaan we op deze laag staan. En dan doen we Ctrl-V. Ik pak hier de pijltoets. En ik trek hem naar links toe. Zo, ongeveer. Daarna klik ik op Enter. Of hier anders op deze. Dan ga ik daarna met Ctrl hierop klikken. Dus Ctrl inhoudend. Dan selecteer je hem. Dan doe je Ctrl C, Ctrl V. Dan doen we Ctrl T, rechter muisknop, flip horizontaal. En dan gaan we deze hier naartoe halen. En dan zet ik hem ongeveer zo neer. En daarna klik ik op Enter. Ik pak dan hier de gum. Ik ga inzoomen. De Alt en scrollen met de muis. En dan haal ik dit gedeelte haal ik weg. Zo. We gaan dan eerst naar deze laag, deze rots. Dan gaan we naar dit icoontje. We pakken hier brightness en contrast. We vinken deze aan. Dan gaan we die wat donkerder maken. Zo. Daarna gaan we weer naar dit icoontje. Dan pakken we Hue en Saturation. Ook deze vinken we aan. En dan gaan we deze een stukje naar links halen. Zo. Daarna gaan we naar deze toe. Doen we hetzelfde. Ook die, ook brightness en contrast. Deze aanklikken. Ook die maken we een stuk donkerder. En daarna gaan we weer naar deze Hue Saturation. Ook deze aanklikken. En ook deze halen we naar links toe. Zo. We openen dan de volgende foto. Je kan hier een printscreen van maken. En dan wens ik jullie heel veel succes met het selecteren. Ik kan het op een hele chique manier doen door de pen tool te gebruiken. Daar ben je wel een hele tijd bezig, maar dan zal je dus dit gedeelte zo... Wacht even, ik zal het zo doen. Zal je dus dit gedeelte zo allemaal moeten gaan selecteren. Zo. Ik
jullie even laten zien hoe het moet. Oh, dit stukje nog meenemen. Zo. Zo. Dit. En dan hier trek je hem gewoon naar beneden toe. Gewoon hier langs zo. Trek je hem naar beneden. Dat is het gedeelte wat we gaan selecteren. Ik pak gewoon de Quick Selectie Tool. En ik ga gewoon rustig aan op mijn gemak. Ga ik dit allemaal selecteren. Zo. Met Alt inhoudend kun je selectie weer weghalen wat je niet geselecteerd wil hebben. En met Shift inhoudend kun je dus selecteren wat je wel wil selecteren. Ik ga toch dit keer dit ook even meenemen. Ik geloof niet dat ik het straks nodig heb, maar dat zien we zelf wel. Zo. En dan ga ik inzoomen. Want dan kan ik namelijk beter zien wat ik doe. Ik maak hem een stuk kleiner. Kijk. En dan kan ik zien wat ik vergeten ben. Zo. 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 Dan gaan we daarna hierboven naar Refined Edge. En dan ga ik alsnog hier zo over die randen heen. Zo. En daarna klik ik op oké. Nou, dan moet ik hier nog even een beetje aanpassen. Deze even terug doen. Even inzoomen. Zo.
En daarna doen we Ctrl-X. Hier zien we een stuk vergeten zijn. Doen we Ctrl-Alt-Z. Shift en houden. Pakken we dit stuk nog even mee. En dan doen we nog een keer Ctrl-X. We hebben alles meegenomen. Deze halen we weg. Hebben we niet meer nodig. En dan ga ik onder de bergen staan. Dat is op deze laag. En dan doe ik Ctrl-V. Ik doe daarna Ctrl-T. En ik maak hem wat groter. Ik sleep hem hier naartoe. Ik zet hem even zo neer. Dan gaan we deze omhoog halen. Zo. En daarna klikken we op Enter. Ik pak dan de gum. Altijd nou scrollen met de muis. Maak hem wat groter. En haal ik dit gedeelte haal ik weg. We gaan dan naar dit icoontje. We gaan hier naartoe. We klikken deze aan. We halen deze naar links toe. Zo wordt hij wat donkerder. Meer contrast erin. En dan kun je dus bepalen of je de kleur erin wil laten. Of dat je dit doet. Ik ga hier naartoe. Hue in Saturation. Aanklikken. En dan gaan we de rood naar links toe halen. Zo. En daarna klikken we nog een keertje hierop. Maar dat is natuurlijk heel je eigen keuze. Wat wil je doen? Ik vind het zelf zo veel mooier. Dus daarom heb ik ook dit gekozen heb. Omdat namelijk alles een beetje dat rauw heeft. En ja, als je dan een keer kleur erin gaat doen, vind ik het niet kloppen. Maar dat is ieder zijn eigen smaak. We gaan dan op deze laag staan. We doen Ctrl inhoudend hierop klikken. Dan wordt hij geselecteerd. We doen dan Ctrl-C. We gaan daarna op de onderste laag staan. En dan doen we Ctrl-V. We doen dan Ctrl-T. Rechtermuisknop. En dan kiezen we Flip Horizontal. En dan trekken we hem naar rechts toe. En daarna klikken we op Enter. We gaan dan hier naar dit gummetje. Alt inhouden, scrollen met de muis. We maken hem een stuk kleiner. En dan haal ik alleen de kerktoren eigenlijk weg. Want die hadden we al, dus die gaan we niet nog een keer gebruiken. Zo. Daarna gaan we hetzelfde doen wat we hierboven gedaan hebben. Dus naar dit icoontje. Breiden zijn contrast. Deze aanklikken. Gaan we donkerder maken. Daarna weer naar dit icoontje. Hue in Saturation. Ook dit aanvinken. En halen we deze naar links. Dan gaan we daarna weer terug naar deze. Klikken we aan. En dan gaan we die rechterkant wat lichter maken dan links. Zodat hier zeg maar de zon op schijnt. Daarna gaan we naar deze laag. We pakken dan de gum. En dan gaan we dit gedeelte gaan we weghalen. We maken hem een stuk kleiner. Zo. En dan gaan we daarna Ctrl-T. En dan trek ik hem ietsjes naar beneden toe, zonder shift in te houden. Kijk, zo. En daarna klik ik op Enter. Dan is het gedeelte wat hieronder stond, is dan weg. En hier heb je natuurlijk met een golf te maken. Hè? Dus daarom lijkt het of het, ja, het gebouw in het water staat, maar dat klopt niet. En omdat hier straks die locomotief komt, zal dit niet meer opvallen straks. En dit is wel gaaf, want ja, door die golven lijkt dus of de, ja, of de grond wegzakt, dachten. Maar dat is wel mooi. Dit gaan we zo laten. Dan ga ik even kijken. Ik zie hier namelijk hieronder zie ik een fout. Dus dan ga ik heel even kijken waar die fout is ontstaan. Hier, ik zie hem. We gaan dan heel even hier naar deze laag. Laag 5. We doen dan even Ctrl-T en dan trek ik
dit gedeelte omlaag zonder de shift te gebruiken. Zo, en dan klik ik op enter. Dan openen we de volgende foto. Ik kan hier een printscreen van maken. En dit moeten we dus met de pen tool moeten we dit gaan uitknippen. Als je het netjes wil doen. Je kan het ook met de quick selection tool doen. Maar dan wordt het niet echt netjes op. Dus we gaan de pen tool pakken. En dan ga ik gewoon rustig stap voor stap ga ik het uitknippen. Ik blijf binnen de lijnen. Dat ben ik wel ietsjes kwijt, maar niet veel. Maar daardoor wordt het wel een stuk mooier. Ctrl-Alt-Z als je een fout maakt.
als je nou op een bepaald punt bent en je denkt van, hoe moet ik hem nou pakken? En je scrolt dan heel even terug, met alt en out, dan kun je zien van, oh, dit hoeft niet meegenomen te worden. Even terug. Was iets te. Zo. Kijk, hier maak ik een fout, zie je dat? Komt er Alt-Z. Omdat ik dus niet inzoom, of terugzoom. En dan zie ik dus niet wat ik doe. Met Ctrl-Alt-Z kun je dat dan herstellen. En dan haal je die puntjes weer weg wat je niet meer nodig hebt. Of die fout zijn gegaan, zeg maar. Nou, dit haal ik gewoon recht omlaag zo. Vind je mooi? Is te veel groen? Zo. En dan ga ik dat hier. Dit hele stuk ga ik weghalen namelijk. Even kijken. Zo. Nou, dat is de eerste helft. Dit zijn alleen maar de buitenlijnen die we nu selecteren. En straks moeten we alles aan de binnenkanten nog gaan verwijderen. Dus dat zijn dus deze dingen, zeg maar. Die moeten we allemaal straks nog weghalen.
We zijn er bijna. Dit klein stukje ga ik niet meenemen. Dus ik doe het gewoon zo. Leg de muisknop, make selection, oké. Ctrl X, deze hebben we niet meer nodig. Ctrl N, Enter, Ctrl V. Halen dan deze laag, halen we weg door de linker muisknop ingedrukt te houden en te slepen hier naar de prullenbak. En dan zie je dat de achtergrond transparant is geworden. Oké, dan gaan we het binnenste gedeelte doen. Dat kunnen we op twee manieren doen. We kunnen de gum gebruiken. En als ik daarop klik, dan zien jullie dus dat de achtergrond transparant wordt. En als je het fout doet, doe je gewoon Ctrl-Alt-Z. Zo. Je kan proberen om met de selectietool het gedeelte te selecteren. En dan kun je op delete klikken. En als dat lukt, dan gaat het allemaal een stuk sneller. En shift gebruik je om te selecteren en alt gebruik je om de selectie te herstellen. Zo. Maak hem iets kleiner. Zo. Maak hem wat groter. Zo, maak hem een stukje kleiner.
Zo. Je kan het ook proberen om met deze te werken. Kijk. Vooral bij die grote vlaktes kan je wel eens het geluk hebben dat hij dat in één keer doet. Kijk hier ook. Zo. Als deze kant is klaar, gaan we even hier kijken. Zo. Nou, deze doet hij dus niet. Dus deze moeten we gaan selecteren. Maak hem wat groter. En als je te ver bent gegaan, dan kun je hiermee met de clone tool, dan maak je hem wat groter, alt inhouden, klik je hierop en dan kun je hem even weer bijtrekken. Terug naar de quick selection tool. Zo. Delete. Gaan we deze pakken. Hier een stukje terughalen. Delete. Pakken we hier een stuk. Delete. En dan hebben we dus alles gedaan wat we moeten doen. We gaan daarna hier naar de selectietool. Ik selecteer hem. Doe dan Ctrl-X. Deze heb ik niet meer nodig. En daarna gaan we op de bovenste laag staan. En dan doen we Ctrl-V. Ik doe dan Ctrl-T. Ik maak hem iets kleiner. En ik zet hem hier op de rails neer. Let wel op dat hij breed genoeg is voor de rails gedeelte. Anders klopt het niet. Zo. Dus dat betekent ongeveer dat de spatborden, of hoe je het ook noemt, dat die zeg maar een beetje over de rails heen hangen, dan komt het ongeveer wel uit, zo. En daarna gaan we dan heel even naar de stadgedeelte. Even kijken, dat is deze, laag 8. We doen dan Ctrl-T en we trekken dit gedeelte omhoog. Ik kan nog een stukje breder. En dan klikken we op Enter. Maar hoe kleiner je hem maakt, de trein, hoe verder hij naar achteren moet. Dus als ik naar trein weer pak, ik zeg nou, ik wil hem toch iets kleiner hebben. Dat is helemaal geen probleem. Zo. Dan moet je gewoon zorgen dat hij verder naar achteren staat. Maar let goed op de spatborden en de treinrails, want dat is van belang. En daarna klikken we op Enter. We gaan daarna naar dit icoontje. We pakken je breedste contrast. We klikken deze aan. En we maken de trein wat donkerder. Meer contrast erin. Zo. Nou, en officieel gezien staat hij nog verder naar achteren. Tenminste op de foto van de eerste keer toen ik hem maakte, stond hij verder naar achteren. Dus we kunnen hem nog iets verder naar achteren halen, zo. Kijk. Een beetje naar rechts toe. Kijk, en waar ik naar kijk, hè.
ik zal het je even laten zien, is dit hoekje en dit hoekje. Kijk, dat moet lijken alsof hij op de rails rijdt. Daarna klik ik op enter. Oké, we openen dan de laatste foto. En deze mil heeft dus eigenlijk op de rails gestaan en die schrikt van de trein en daardoor vliegt hij dus snel weg. Dat is het idee van deze mil. En we gaan dus hier bij de selectietool gaan we de mil selecteren. De quick selectietool. Maak hem wat kleiner. Kan je makkelijker tussen. Zo. Nog kleiner. Zo. Kijk hier boven. Hier hebben we nog een stukje. Hier moet een stukje weg. Hier moet een stukje weg. Ja. Dan het laatste gedeelte zijn de poten. En het achterste gedeelte. Daarna doen we Ctrl X. We halen deze weg. We blijven dan op deze laag staan. En daarna doen we Ctrl V. We doen dan hier rechtermuisknop. En dan zeggen we Release Clipping Mask. En die trekken we eentje naar boven toe, de laag. En daarna doen we hier op klikken, rechtermuisknop. En dan zeggen we Create Clipping Mask. We gaan terug naar de bovenste laag. We pakken hier de pijltoets. En we even kijken. We slepen hem ongeveer hier. Zo naartoe. Ik doe dan Ctrl T. Ik hou Shift in. En ik maak hem wat kleiner. Want de trein is natuurlijk veel groter. Hè? Zo. En dan klikken we daarna op Enter. We gaan daarna naar dit icoontje. Breedte en contrast. We klikken deze aan. En we maken hem iets donkerder. Zo. Wat meer contrast erin. En dan is de foto klaar. Nou, ik hoop dat je vandaag weer iets geleerd hebt. Heb je vragen? Mail me dan even naar info@gratisleerphotoshoppen.nl. Vond je deze les leuk? Like hem dan even. En ik spreek jullie morgen weer. De groetjes. Hai hai.